Voordat deze nieuwe Disco Donderdag begint, heb ik even een vraagje aan jullie. Zoals misschien sommigen van jullie weten, heb ik vorige week gereageerd op een hele slechte ASMR-video. En deed ik zelf ook een klein beetje ASMR. Dat was redelijk goed ontvangen. En dat zet mij aan het denken. Lijkt het jullie leuk om een keer een hele Discord donderdag van mij in het ASMR te zien? Dus dat ik de hele video in het ASMR reageer op ASMR-video's of zo. Ik heb geen idee. Laat het even weten in de reacties of met een blauw duimpje omhoog. En dan aan de hand van dat gaan we misschien volgende week de meest erge Discord donderdag ooit opnemen. Ik ben Albert Melvin, nog steeds de beste Insta-eigen soort. Dit is Discord Donderdag, dus nog snel mijn Discord. Ik reageer op video's die jullie naar mij sturen. Op zoek naar de allerleukste figuren. Klik op de invite dus onder deze video en stuur iets in van een heel erg slecht niveau, waarop ik dan misschien wel ga reageren en lach om deze nieuwe Discord Donderdag. Yo, Melvin! En welkom terug bij inderdaad een gloednieuwe Discord Donderdag. De leukste serie van heel YouTube Nederland. Ik ben jullie host Melvin en vandaag gaan we weer kijken naar wat voor onzin jullie mij hebben gestuurd op mijn prachtige Discord kanaaltje. Vorige week hadden we een Discord Donderdag topper en ik hoop dat we die vandaag ook weer gaan krijgen. Maar voordat wij gaan ondervinden wat jullie mij hebben opgestuurd, plakken we eerst even een kaartje op de deur. Oh, mijn knuffelcollectie van Amy. Oké, wat is dit? Hallo allemaal, hier ben ik weer met een gloednieuwe video. En ja, deze video gaat over mijn knuffelbeertjes gaan. Ik heb er super veel zin in. Het is ook al lang geleden dat ik nog een video heb gepost. Dus daarom deze video. Oké. Okay. Geef eerst zeker een duimpje omhoog. Nee. Of een duimpje omlaag als je het niet goed vindt, maar een duimpje omhoog. Oké, dat is oprecht. Dat is heel oprecht. Gewoon zo van, yo, like hem als je hem leuk vindt. Maar je mag ook gewoon disliken hoor, als je hem niet leuk vindt. Dit doet wel 5 minuten. Vind ik best lang voor een video. En ja, ik wil gewoon... Oh, hier. Ze pakt gelijk deze knuffel erbij. Wat goed. Abonneer zeker op mijn kanaal. En klik dan nog eens dubbel op het belletje dat je een melding krijgt. Altijd wanneer ik... ja, videopost. Oké. Nou, gaan pak die eerste knuffel erbij. Kijk eens aan. Wow. Mijn eerste knuffelbeertje, dat is deze. Zo'n hartjesbeer met I love you op. Die heb ik op de kermis gewonnen bij mijn papa. En dus betekent die heel veel voor mij. Wil ik die eigenlijk niet kwijtspelen, want... Ja, kent je dat? Als je zoiets van je familie hebt gekregen, zo'n knuffel of zo, dat je dat echt niet wilt kwijtraken, omdat dat echt in je zit, dat je dat moet bijhouden. Dat betekent... Daar kan ik me wel in vinden, ook al heb ik niet zoiets. Ik vind het wel leuk dat ze dat aankaart. Laten we eerlijk zijn, dat had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Dat is echt iets wat een review YouTuber of zo kan vertellen. Dus dat is gewoon hoog niveau hoor, waar ze op zit. Hier ben ik met mijn geboortekoe. Hij is een beetje groot. Jeetje. Die betekent dus ook heel erg veel voor mij, omdat ik heb die voor mijn geboorte gekregen. Oké. En dat is leuk. Sindsdien dat ik die heb, leg die altijd vanachter bij mijn bed. Oké. Dat vind ik oprecht. Ja, ik kan gewoon nu niet zonder mijn knuffel. Leuk feitje, ik had vroeger ook een knuffel. En die hebben we toen in zo'n zak gedaan. En die zakken gingen altijd naar arme kinderen in Afrika of zo. Dus mijn knuffel. Als je nog ergens bent en je ziet dit, kom weer terug naar mij. Alsjeblieft. Lightning Grace presents Bunny Plays the Bunny Song, groundbreaking. Holy damn. Is dat zo populair? Ik weet dat Five Nights at Freddy's groot is. Maar dat dit 4,2 miljoen weergave haalt in letterlijk nog geen maand tijd en zulke outfits bestaan. Holy damn. Moet je dit kijken dan? Die oren bewegen zelfs mee. Hoe vet is dit dan? Ik vraag me wel... Wat? Oh mijn hemeltje lief. Dit is eigenlijk echt heel eng en heel vet tegelijk. Gewoon hoe het beweegt. Als een robot en dat er dan een mens eigenlijk in zit. Dat is echt heel vet gedaan. Ik ben alleen bang voor copyright als ik deze hele video ga afkijken. Dus ja, ik vind het een leuke video. Ik ben benieuwd of er nog iets bijzonders gebeurt. Want volgens mij op het einde gebeurt er iets. Moet je opletten. Dit is voor mij echt heel cool. Kijk dit even. Wat de
Dat is zo cool. Oh, wow. Dat het gewoon echt een ding is, vind ik echt heel vet. Strangely familiar pictures with unnerving music. Ik ga toegeven, ik heb hier meer video's van voorbij zien komen, maar ik heb ze eigenlijk nooit aangeklikt. Tot dan nu, want we gaan hem samen checken. Oké dan. Is dit een ding? Even, serieus? Wat? Is dit een of andere angst ook of zo? Dat we dit opeens allemaal in 2020 aan het krijgen zijn door het coronavirus? Ik weet niet, ik voel hier helemaal niks bij. Oh, dit wel, dit vind ik eng. Hoe die allemaal staan. Maar voor de rest nog steeds een grasveld. Wat de heck? Ik weet niet hoe ik me hiermee moet voelen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik voel me toch een beetje ongemakkelijk. Ik dacht echt de eerste 20, 30 seconden van, ah, is niks aan de hand. Maar nu ik hier wat langer en verder in kom, wordt het toch heel naar. Ook al weet je alles wat er gebeurt en zo. En hè, dat is zo gek. Dat is echt heel gek. Ik weet niet waarom. Maar het werd toch een beetje eng. Ja, dat is echt gek. Joy Joy Gang Dark Deception Chapter 4 teaser trailer. Serieus? Ik heb dit nog nooit gezien. Dit is gewoon een Dark Deception teaser. Serieus? Echt? Oké. Okay. Ook 2009. Dit is bijna een jaar geleden. Uh-oh. Holy damn. Joy, ja. Oh mijn god. Joy, Joy Gang, wat is dit dan? Wat? Dit heb ik nog nooit gezien. Dark Deception. 4. Chapter 4. We zitten er nog steeds op te wachten. Ik heb gewoon dit voor het eerst gezien. Ik ben oprecht wel een beetje fan van het spel. Maar ik was altijd van, ja, ik wacht wel totdat er echt iets officieel van hun komt. Op Steam, maar op Steam niet echt heel veel. En nu zie ik dit opeens. Nu zie ik dit en het is gewoon een jaar geleden. Wat? Ik hoop echt dat dit heel snel uitkomt, want het was een groot succes op mijn kanaal. Jullie vonden het gigantisch leuk, ik ook. Maar ja, als het niet uitkomt, kan ik het ook niet spelen. Dus bij deze vragen niet zoveel om, want ik zelf kan er ook niks aan doen dat het nog niet uit is. Struikhakenvrees. Is nou iemand serieus via Disco Donderdag aan het proberen dit te verkopen? Ook die muziek. Ik ben geen marktplaats, oké? Okay? Ik reageer gewoon als letterlijk 90% van alle andere YouTubers op video's. Ik ben geen handelaar of verkoper. Wat de heck, wie van mijn kijkers moet een struikhakenvrees? Dit is echt heel random. Wat de heck? Hallo. If you're hearing this, that means that you beat 50-20 mode, and I have to do an interview now, which I'm kind of uncomfortable with, but I'm gonna do it. Forget it. Okay, I'm done with the phone guy shtick, so... What? Dat is hij zelf? Okay. Ik controleer soms video's van Disco Donderdag, van is hij leuk, ga ik hierop reageren of niet. Dit was een eentje waarvan ik dacht van ja, ik kan er wel op reageren, maar het duurt letterlijk anderhalf uur. Dit is een interview met Scott Cawthon, de maker van Five Nights at Freddy's. En hij is gewoon letterlijk de phone guy, hoe vet is dat? Ik denk dat ik deze video even ga bewaren en dat ik hem een keer op mijn achtergrond ga afspelen. Dat is zo gruwelijk, wat? Dat vond ik echt heel vet om te horen. Oké, we gaan naar een andere video toe, want duurt dit veel te lang. Maar dit was echt wel heel vet om te horen. Jacob Jan is doof nu. Karbiet in een 6000 liter vat gaat bijna mis. Volgens mij heb ik deze een keer in mijn vrije tijd gezien. Maar we gaan hem nu gewoon nog even een keer kijken. Ja, ja, dit komt me bekend voor. En volgens mij gaat hij dan te vroeg af. En is hij echt super dicht bij dat ding en gewoon eigenlijk helemaal doof. Even een stukje voor uitspoelen hoor, wacht even. Dit duurt veel te lang. Kijk, hij loopt er nu heen. Geen gehoorbescherming op. Even kijken wat er aan de hand is. En moet je opletten. Moet je opletten. Holy shit. Holy shit. Dat is zo...
Die heeft gewoon blijvende gehoorschade. Dat kan niet anders. Dat is echt sick. Dat is zo sick. En met deze zieke video eindigen we hier deze Disco Donderdag aflevering. Heb jij genoten? Druk op de blauwe duim omhoog. Klik hiernaast heel snel op wat anders. Abonneer, reageer op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video te zien. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is doei mensen!